gekozen voor deze hele grote met superveel kleurtjes. Ze zijn op zich best wel nice geworden allemaal. Laten drogen terwijl ze droog zijn. Ik word een do-it-yourself wifey. Yes. Hallo mensen van het goede leven en welkom terug bij een nieuwe video van mij. Ik heb vandaag een do-it-yourself video voor jullie. Ik heb dit echt oprecht nog nooit gedaan, dus ik ben heel erg benieuwd hoe het gaat verlopen. Maar ik zag de laatste tijd op Instagram echt super veel vette tie-dye Nike sokken voorbij komen. En nou ja, ik ging er gewoon vanuit dat dat misschien een collab was of zo met Nike en een of andere gekke designer of whatever. Dus ik zoek op internet, maar ik kon helemaal niks vinden. Bleek het dus dat allemaal mensen tegenwoordig do-it-yourself tie-dye Nike sokken maken. En letterlijk de enige plek waar ik ze soort van kant-en-klaar kon kopen was Etsy. Maar dan moest ik super veel verzendkosten betalen. Ik dacht, nee. Weet je wat? Ik ga gewoon zelf mijn eigen Nike sokken tie-dyen. En ik ga er een leuke video van maken voor jullie, zodat jullie lekker met mij kunnen meekijken. Ben je nou even excited naar het resultaat? Zeker, vergeet dan zeker niet alvast even op een duimpje omhoog te klikken en te abonneren op mijn kanaal als je geen enkele video meer wilt missen. En je kan ook altijd nog even het notificatiebelletje aanklikken als je een melding wilt krijgen als ik een video plaats. Dus laten we gewoon lekker gaan beginnen. Ik ben echt heel benieuwd hoe dit gaat uitpakken, maar ik denk dat het wel geinig wordt. En ik moest natuurlijk nog de winnaar bekendmaken van de video van vorige week. En de winnaar van de teddycoat is Sophie Versteeg. Gefeliciteerd, stuur me even een DM op Instagram met je adres en de rest van je gegevens. En dan komt zo snel mogelijk jouw kant op. Oké, wat heb je nodig? Ten eerste heb je een tie-dye kit nodig. Ik heb gekozen voor deze hele grote met superveel kleurtjes. Het is van Tulip en ik heb het besteld bij iHobby. Ze hadden meerdere varianten, ze hadden ook kleinere sets. Deze was geloof ik 40 euro. Voor zo'n klein setje van 3 flesjes betaalde je geloof ik 10 of 12. Wat erbij zit in de doos, wat heel fijn is, is zo'n zeil voor de tafel. Dus dan mors je niet. Er zitten handschoentjes bij voor het tie-dyen zelf. En er zitten elastiekjes bij waar je straks je sokken mee gaat vastbinden als het ware. Verder wat je zelf nog even neer moet zetten, dat is een bak met water. Ik heb zelf half koud, half kokend water erin gedaan. Het schijnt als je wat warmer water dus gebruikt, dat de kleur beter in de sok trekt. En wat je zelf ook nodig hebt, dat moet je dus even aanschaffen, dat zijn die zipper bags. Want hier moet je de sokken als het ware in laten, ja, dat de kleur intrekt. En dit moet je dan een paar uur, moet je dat eventjes zo, die sok in die zak laten zitten. Verder wat je zelf nodig hebt, uiteraard zijn sokken. Hoeft natuurlijk niet per se van Nike te zijn, maar ik vond het wel vet om Nike sokken te gebruiken om te tie-dyen. Ik heb deze gekocht bij de TK Maxx. Deze waren €6,99. Gewoon een stuk goedkoper geloof ik dan als je zo'n pak met sokken bij de Nike winkel koopt. Dat is eigenlijk alles wat je nodig hebt voor de tie-dye. Oh my god, ik voel me zo noob. Ik heb dit echt letterlijk nog nooit gedaan. Oké, waar we dus mee gaan beginnen zijn de Nike sokken in het bij jou het warmachtige water een beetje te dopen. Zorg dat je het helemaal goed uitwringt. Want anders dan gaat die tie-dye niet goed pakken. Dus echt dat het een beetje soort van vochtig. Dat het een beetje vochtig achterblijft als het ware. Dit ga ik dus even herhalen met alle sokken die je wilt tie-dyen. Oké, ik heb alle sokken vochtig gemaakt en nu ben je dus eigenlijk klaar om te beginnen met je tie-dye. Wat de volgende stap is, is dat je gaat werken met je elastiekjes. Je moet je Nike sokken als het ware bij elkaar binden en daarna ga je pas beginnen met de tie-dye, omdat je natuurlijk wel een beetje dat leuke tie-dye effect wil krijgen. Ik ga jullie gewoon eventjes laten zien wat ik doe. Ik ga verschillende manieren gebruiken en we gaan helemaal zien hoe het uit gaat pakken. Oké, je gaat nu beginnen met de sokken soort van te knopen met de elastiekjes die je bij je pakket hebt gekregen. Oké, ik ga het gewoon een beetje random doen. Ik ga beginnen met de sok gewoon vanaf het midden af aan een beetje zo bij elkaar te pakken. En dan vervolgens ga je het dus met die elastiekjes. Doe je één keer zo. Het gaat al heel soepel, zie ik. Stuk gaan. En dan doe je één keer zo. En dan doe je één keer zo. Dan verdeel je het gewoon een beetje dat het er ongeveer zo uitziet. No, God, please, no, no! Het gaat zo goed, dit. Gaat zo goed. Oké, vervolgens doe je dit gewoon bij alle sokken. Je kan gewoon de meest random dingen maken.
En dan is het nu tijd voor de volgende stap. En dat is je kleuren uit gaan kiezen. Oké, als je de kleuren hebt uitgezocht die je wil gaan gebruiken, dan ga je het tot deze streep hier zo vullen met water allemaal. Eén tip, vul niet gelijk je hele bak, dus alle flesjes die je hebt met water. Want als je het dan bewaart, gaat het uiteindelijk de kleur verliezen. Dat ga ik dus nu doen. Oké, dit is het eerste flesje wat ik heb gevuld. Let er goed op dat je het even goed schudt. Totdat dat poeder als het ware helemaal is opgelost. Uh-oh. En zorg dus ook dat dat bovenste dopje er goed op zit. Want anders dan gebeurt er dit, dat heel je fucking aanrecht onder de tie-dye zit. Alle flesjes zijn, oh mijn god, lekt zo tering erg ook, mijn goede, geschud. Dus we kunnen gaan beginnen met tie-dyen. We gaan eerst even de handschoentjes weer aantrekken. Want anders dan ben je heel ver van huis. Dat dan verkleuren je handen helemaal, dat komt nooit meer goed. Ah. No, god, please, no, no! Oké, ik ga gewoon beginnen met lekker tie-dyen. Ik zie jullie straks weer als ik klaar ben. Jezus, mijn poten gaan zweten in deze handschoen. Niet normaal. Oké, wat je nu moet doen is de zakjes 8 tot 10 uur laten liggen. Voor mij is dat dus gewoon tot morgenochtend. En dan ga ik kijken hoe het resultaat is geworden. Oh my god, ik ben echt zo benieuwd. Oké, guys, het is de volgende dag. En ik ben heel erg benieuwd hoe het ervoor staat met sokken. Dus we gaan even kijken. Sorry, is dat allemaal tien zo in mijn aanrecht. Maar hè, maakt niet uit. Maar oké. Het ziet er gewoon ook uit. Niet echt heel veel verandering. Het is wel iets feller geworden, lijkt wel. Dus de volgende stap is dat je nu je sokken gaat uitspoelen. Ja, als je het uitspoelt en uitknijpt, dan zie je natuurlijk eerst gewoon al dat tie-dye eruit komen. Maar je moet het blijven uitknijpen totdat het water gewoon helemaal helder is. Dus dat er geen verf meer uitkomt. Dus dat ga ik nu doen. En jullie mogen lekker met mij meekijken. Yes! Oké, voor hoever ik nu kan zien, zijn ze op zich best wel nice geworden allemaal. Yay! Je kan het hier al een beetje zien. Lekker goor in de kuiken. Deze, die. Ik ga het nu allemaal in de wasmachine gooien. Alsjeblieft, was het niet met andere kleding. Want dan lekt het helemaal uit en is al je kleding kan je dan gelijk in de prullenbak dumpen. Gooi gewoon alleen de sokken los bij elkaar in de wasmachine. Ik ga het koud wassen, gewoon op 30 graden. Je kan kiezen om ze dan daarna nog in de droger te doen. Dus oké, dat ga ik nu doen. En dan ben ik straks weer terug bij jullie met het resultaat. Zin in. Oké, ik ga ze hier nu gewoon eventjes laten drogen totdat ze droog zijn. En ik ben benieuwd, want ik denk dat ze, als ze droog zijn, dat de kleuren misschien nog wel ietsjes lichter worden. Maar ik moet zeggen dat ik wel pretty pleased met het resultaat al ben. Voor wat ik voor nu kan zien. En ik ga gewoon helemaal stuk dat ik gewoon een do-it-yourself heb opgenomen. Het is helemaal niks voor mij, maar I love it. Ik word een do-it-yourself wifey. Yes. De Nike sokken die zijn helemaal droog en wel. En hier komt het resultaat. Een superleuke video om te maken. Ik hoop dat jullie er ook met volle teugen van hebben genoten. En ik heb weer een leuke winactie voor jullie. Want één van jullie kan deze nice tie-dye sokken winnen.
Made by me. Jee, oké, je moet oppassen dat er geen make-up op komt. Wat moet je doen? Vergeet niet deze video te liken, even te abonneren en in de reactie te laten weten wat nou jouw beste sokkenaankoop ever is. Ik ben heel erg benieuwd. Ik koop zelf verder altijd superleuke sokken bij de Monkey die ik ook heel erg leuk vind. Maar ja, deze Nike sokken zijn toch wel echt mijn fave. Helemaal omdat ik het zelf heb gemaakt uiteraard. Ja, doe dat eventjes als je de Nike sokken wilt winnen en dan zie ik jullie de volgende vind weer. Doei!